Mijn naam is Henk Dijkman. In deze serie programma's neem ik u mee naar bijzondere, grote, excentrieke, moderne, klassieke en historische tuinen. Er tekent zich de afgelopen jaren een trend af naar het meer ontspannen in de tuin, het genieten van het buiten. De televisie, radio en kranten schetsen een beeld van een wereld die constant in conflict is. Een wereld die zich moet voegen. Daarom hebben wij behoefte aan rust, veiligheid en schoonheid. En dat kan de tuin u bieden. Kijk, en als je in de stad woont, kan dat je dakterras zijn of je balkonnetje. En heb je dat niet, dan is het openbaar groen of de parken. De Hof van Heden gaat over tuinen en de architectuur daarvan. En de relatie tussen de architectuur van het huis, het interieur en de omgeving. Wist u trouwens dat zowel uitzicht op groen als een korte loopafstand tot groen van invloed is op de waarde van uw huis? Men schat deze meerwaarde wel op 14%. Groen doet wat met je. De Gezondheidsraad concludeert in haar rapport Natuur en Gezondheid dat groen in de omgeving een gunstig effect heeft op de gezondheid. Bomen en hagen langs wegen vangen tot 15-25% van de fijne stofdeeltjes af en neutraliseren ze. En verwijderen ze voor 75%. Soms doen we een stapje uit de tuin. En tijdens deze uitstapjes laten we de ontwikkelingen zien van wat zo mooi de buitenruimte heet. De cultuur van het exterieur. Van tuin tot plein, van balkon tot landschap en van stad tot park. We ontmoeten tuinontwerpers, architecten, kunstenaars, hoveniers en tuineigenaren. Er komen onderwerpen aan bod als tuinkunst, kunst in de tuin. Maar wat dacht u van? Tuinen bij restaurants. We besteden aandacht aan huizen met een bijzonder uitzicht. Dat kan zijn op een tuin, maar dat kan ook zijn op een rivier, of een park, of een bijzondere boom. Waar wij ons bijvoorbeeld zeer op verheugen is het item het tuinfeest. Iedere aflevering laten wij de voorbereiding en het tuinfeest zelf zien. Van een kinderpartijtje, verjaardag, tot een heuse trouwerij. Kortom, een programma wat weer eens over de tuin gaat. Over het genieten in de tuin. Want dat is toch wat we het liefst willen. Buiten aan een lange tafel, onder de boom, met je vrienden en je familie. Proost.